Ja, voorzitter, dit is wel een cruciaal punt. Omdat de minister ook, de minister-president aangeeft, die grote bedrijven moeten meer lonen gaan loon betalen. De overheid moet zorgen dat het bij burgers terechtkomt. En wat mij echt oprecht verbaast, is dat in de begroting zoals die er nu ligt en hoe het geld wordt verdeeld, zeg maar een beginnend politieagent de 200 euro per jaar op vooruit zou gaan en een topambtenaar of Kamerleden 2000 euro per jaar. Wat is daar de rechtvaardiging voor? Ja, dat, voorzitter, is het effect van een progressief belastingstelsel, waarin uiteraard uiteindelijk een percentage van het inkomen belast wordt. Dus als iemand een hoger salaris heeft, ja, dan betekent het een stijging van de belastingen tikt door, maar ook een daling. En wat wij proberen te doen, is het evenwichtig. Dus we werken nu toe naar een stelsel waarin bijvoorbeeld die eerste twee schijven worden samengeklapt. Maar natuurlijk is het zo dat als jij meer verdient en er is een belastingdaling, of het percentage, is dat natuurlijk in percentage hoger. Maar het percentage verschilt verder niet. En als je ook kijkt naar het geheel, dan zie je dat de hoogste groepen, het knikje wat in de formatie wel naar buiten is gekomen, het knikje erin zit. En dat het juist de middengroepen zijn die meer profiteren dan de hoogste categorie. Ja, voorzitter, er wordt gedaan alsof dit een natuurwet is, hoe dit werkt. Dit is gewoon een keuze waar je geld aan uitgeeft als kabinet of niet. Maar mijn vraag is, wat is de rechtvaardiging? Als we weten wie in de crisis de echte prijs hebben betaald, dan is het de tandartsassistenten, dan is het die politieagent, dan zijn het docenten. En als je dan toch de keuze maakt als kabinet om mensen boven een ton er toch nog zo fors op vooruit te laten gaan, dat gebeurt niet vanzelf. Heeft het kabinet voor gekozen om geld aan te besteden? Waarom? Daar zit niks bij in dat dit eerlijk zou zijn. Waarom? Ons belastingstelsel kent geen toptarief wat aangrijpt bij een inkomen boven de 60.000, 70.000 euro. Dat hebben we niet. Dat is een keuze die we in het verleden gemaakt hebben. En waar dit kabinet niet voor kiest, is nivellering. Dat je zegt, we gaan nu extra belasten hoog om dat terug te geven aan de onderkant. Waar wij voor kiezen, is nu de lastenverlichting mogelijk is. En dat is niet nivelleren, maar dat is gericht inzetten. Dat vooral gericht in te zetten op die middengroep. En dat zie je ook terug in het koopkrachtbeeld. Dat de hoogste categorie ook groeit, maar in percentage net wat minder dan de middengroepen. Maar dat vind ik ook fair. Ik heb altijd gezegd, ook vanuit mijn eigen partij geredeneerd, wij zijn niet voor nivelleren, we zijn er wel voor dat als er geld te besteden is aan lastenverlichting, dat je dat zoveel mogelijk uitgeeft aan de groep, ergens tussen de 25.000 en de 70.000, 80.000 euro. Die brede middengroepen in Nederland. Ja. Voorzitter, ik had het gisteren over patronen waarin we kunnen vervallen. Ik heb het op geen moment gehad over nivellering. Daar begint de minister-president over. Het lijkt bijna traumatisch als hij erover spreekt. Mijn punt is niet dat mensen met een hoog inkomen erop achteruit zouden moeten gaan. Het gaat goed met Nederland. We hoeven daar helemaal niet iets extra's, wat mij betreft. Ze hoeven er niet op achteruit te gaan. Maar als je geld hebt om te verdelen en je zegt, we gaan Nederland mee laten profiteren van de crisis, en je maakt de politieke keuze zoals de premier doet, om een beginnend politieagent er 200 euro per jaar bij te geven en een topambtenaar of Kamerleden zoals wij 2000 euro per jaar, daar is geen rechtvaardiging voor. Dat is een keuze die u maakt, maar rechtvaardig is het niet. Dat is het effect van het feit dat als er lastenverlichting is in het progressief belastingstelsel wat wij kennen, met uiteindelijk twee schijven, dat het beperkt is waar je kunt aangrijpen om dat te beïnvloeden. En dan is het wel degelijk een ingreep in het belastingstelsel als je zou gaan zeggen, ik wil een toptarief vanaf 80, 90 of 100.000 euro. Dat is dan het enige instrument dat je daarvoor zou hebben. Voorzitter, dit is nonsens. Ja. De minister-president dat wij meer hebben dan alleen tarieven. Dat ons heel belastingstelsel is opgebouwd uit allerlei aftrekposten en dat het veel ingewikkelder in elkaar zit. En als hij nu doet alsof die mogelijkheid er niet is, dat is onzin. Als dat het probleem was, een probleem aan kennis over de techniek, een probleem aan gebrek aan creativiteit, zijn we maar wat bereid om met alternatieven te komen. Maar doe niet alsof dit een uitkomst is van hoe ons belastingstelsel in elkaar zit. Je had best andere keuzes kunnen maken. U heeft het niet gedaan, dat kan. U bent de premier van Nederland, u bent ook VVD-leider. U kan andere keuzes maken, maar doe niet alsof het aan de techniek ligt, want dat is niet waar.